Zelfs in de 21e eeuw zijn de Britten nog steeds op zoek naar koning Arthur. In Tintagel, dat traditioneel wordt beschouwd als geboorteplaats van Arthur, worden geregeld archeologische opgravingen uitgevoerd. Het laatste onderzoek heeft de fundamenten blootgelegd van een rijk kasteel uit de 6e eeuw, precies de tijd waarin Arthur geleefd zou hebben. Of hij echt heeft bestaan, is echter alleminst zeker. Volgens sommige onderzoekers is Arthur enkel een verzonnen literaire figuur. Maar het is een interessante gedachte dat er in de vroege middeleeuwen wel degelijk een grote, legendarische koning leefde in Brittannië. Alleen was Arthur dan waarschijnlijk geen grote koning, maar eerder een soldaat of een legerleider. Aan het eind van de vijfde eeuw werden de Britse gebieden in het zuiden van Engeland. Belaagd door invallende Germaanse stammen, zoals de Angelen en de Saxen. De Britse stammen hadden allemaal hun eigen gebied en hun eigen koning. Maar gedurende een betrekkelijk korte periode boden de Britten tegenstand onder één of meerdere leiders die de stammen lieten samenwerken. Een doek spelorum, een oorlogsleider, zo'n leider kan uit u geweest zijn. De Britten waren echter niet lang succesvol. Uiteindelijk namen de Germanen de Britse gebieden toch in bezit en werd het gebied Angelland, Engeland. Maar die korte periode van succesvolle tegenstand, daar zou de historische Arthur verantwoordelijk voor zijn geweest. Er zijn maar heel weinig textuele bronnen die meer kunnen vertellen over de historische Arthur. De oudste bron, geschreven door Gildas in de 6e eeuw. Noemt alleen de legendarische overwinning tegen de invallers bij Mount Beden, maar maakt geen melding van een bijzondere legerleider. De chroniek van Nennius uit de 8e eeuw noemt Arthur wel bij naam en vermeldt ook de slag bij de berg Beden. Heel betrouwbaar zijn deze bronnen niet, onder meer omdat we ze enkel kennen uit jonge handschriften waarin later aanpassingen kunnen zijn aangebracht. Er is geen enkele contemporaine bron die onomstotelijk bewijst dat Arthur in de 6e eeuw leefde. Zeker is wel dat in die periode de kiem werd gelegd voor allerlei verhalen over Arthur, die we terugzien in verhalen en gedichten uit Wales uit de mondelingen traditie. In die orale traditie werd Arthur de eerste van de Britse koningen met een hof vol machtige krijgers. Zo. Komt hij bijvoorbeeld naar voren in het Welsje verhaal over Kylog en Olwen, een van de verhalen uit de belangrijke verhalenbundel de Mabinogion? De hoofdpersoon is een jonge man met de moeilijke naam Kilhoog, wat eigenlijk varkenshok betekent. Kylog is smoorverliefd op de beeldschone Olwen, de dochter van een kwaadaardige reus. Kylog denkt naar de hand van het meisje. Maar de reus wil zijn dochter alleen afstaan als de verliefde held een serie haast onmogelijke opdrachten tot een goed einde kan brengen. Daarom roept hij de hulp in van zijn oom, koning Arthur, die vervolgens zijn krijgers ter beschikking stelt. Uiteindelijk wordt de reus een kopje kleiner gemaakt en kan Kielhoeg met Olwen trouwen, dankzij de hulp van de magische krachten en dapperheid van Arthurs mannen. Zo kan Kei, de voornaamste held, negen dagen en nachten onder water blijven. Ook kan hij zich langer maken dan de hoogste boom en straalt hij een geweldige hitte uit. Als hij iemand verwondt met zijn zwaard, kan hij niet meer genezen. Arthur's bijzondere keigers, zoals Kei, en de in de Mabinogion veel minder prominente Gwalchmai, zien we in de later romans terugkeren als ridders van de ronde tafel. De spottende hofmaarschalk Keië en de hoofdse held Wadewijn. Tegen de eerste helft van de 12e eeuw heeft Arthur een vaste plaats in de Britse geschiedschrijving verworven. Dat is goed zichtbaar in de Latijnse chroniek over de Britse koningen, de Historia regum Britanniae, de Geschiedenis van de Britse Koningen van Geoffrey van Monmouth, geschreven rond 1136. Arthur krijgt er waar een complete biografie waarin al een aantal bekende verhaalmotieven zijn aan te wijzen, zoals Arthurs wonderbaarlijke verwekking zijn band met de tovenaar Merlijn of zijn mysterieuze levenseinde. Geoffrey geeft aan dat Arthur na een laatste fatale veldslag tegen de verraderlijke Mordred dodelijk gewond naar het eiland Avalon wordt gebracht om daar te genezen. In deze chroniek vinden we dus echo's van nog oudere verhalen over de onsterfelijke koning, die ooit zal terugkeren om zijn volk bij te staan. In Jeffreys chroniek is Arthur vrijgevig, welbespraakt en hoofs. En ook zijn ridders zijn voorbeeldige edelen. Hij is een actieve en strijdvaardige koning. Zo verslaat hij in zijn eentje de vervaarlijke reus van Mont Saint-Michel. En weet hij als leider de Britten te verenigen, zodat er een groot, vredevol rijk tot stand komt. Ook al een element dat in later verhalen terugkeert. Na Jeffrey groeit het verhaal enorm. Vooral als het in de Franse volksstad gaat circuleren. Zo voegde Was, een 12e eeuwse Franse dichter, aan zijn vertaling van Jeffrey de Ronde Tafel toe. Vooral dat symbool wordt tot in onze tijd in verhalen en films steeds opnieuw gebruikt als symbool van gelijkheid tussen de Edel aan het Hof. Ook in de Nederlanden zal Arthur een belangrijke figuur worden in de literatuur. Hij komt voor in verhaalende teksten, maar wordt ook vermeld in historische bronnen, zoals de Spiegelhistoriaal van Jacob van Maarland. Deze chroniek werd geschreven in de late 13e eeuw in opdracht van graaf Floris V van Holland, die zich wellicht ook graag spiegelde aan de legendarische vorst. De Koninklijke Bibliotheek in Den Haag bezit een prachtig handschrift met deze tekst, met verschillende miniaturen die belangrijke momenten. Uit het leven van Arthur afbeelden.